Hallo kijkers van Trap 90 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Far Cry 1. Yay! Jongens, vandaag gaan we op weg naar de carrier met deze auto. En er komt een hele grote vark aan. Maar hij is bang. Oké, in ieder geval, wij gaan dus rijden. Wat is dit? F1 to change. Nou, weet je, ik vind het zo wel mooi. Maar we gaan vandaag dus naar de carrier toe. En wat dat inhoudt, geen enkel idee. Oh, hallo. Hallo, jongens. Hallo. Hallo. Dikke schietpartij hier. Gisteren ging het ook trouwens echt wel geweldig met de schietpartij. Auto. Viel. Die stoot, denk ik. Denk ik hoor, ik weet niet zeker. Hoeveel zitten jullie? Met hoeveel zitten jullie hier? Maar dat was een varken. En je dacht van, dat wordt nog een heel gozertje hoor, maar het is gewoon een varken. Oké. Hier is nog een auto. Zullen we even van wagen wisselen? Nooit is niet nodig. En die waren waarschijnlijk de biggetjes. Oké. Waar is trouwens die carrier? Die is daar. Waarom rijd ik dan die kant op? Omdat het kan. Nee, weet je, we nemen wel even een andere auto mee. Oké, deze is meer heel. Wie rent hier al die dingen om? Weet ik niet. Doorrijden. Ik volg de weg maar. De andere dingen zullen we wel zien. Ik ga daar boven op die auto staan. Wat een domme gozer. Oké, nou. In ieder geval, lekker door. Saving game. Oh, mooi. Dit is weer een control point. Hallo! Hallo! Deze wagen is overpowered, was het. Oh. Auto battle! Eeuw! Kom hier aan, jongen. Waar ben jij? Waar ben jij? Oké. Oh god, nog één. Oh god, een boot. Ga eens dood, jij. Ja, dat was de boot. Oh god. Deze auto is echt te overpowered. Maar hij raakt een keertje op. Dat is wel het vervelende aan zo'n auto. Waar is trouwens het pad weer verder? Hier? Ja, ik denk het. Dat is een vliegtuig. Is hij dood? Nu wel. Maar dat is een vliegtuig. Waarom moet ik naartoe rijden? Ik denk gewoon door. We komen er vanzelf wel, denk ik. De carrier is ondertussen wel in de buurt. Maar ik weet niet of ik een heel oorlogsschip aan kan vallen met deze auto. Alright, Doyle, I've spotted the carrier. Oh ja, ik ook. How do I get in? I've only been there once, but I remember there was a hole in the side. You should be able to get in there. I'm on my way. Ja, ik denk dat dat de hole is daar. Maar oké, find a way inside the wreck. Of in dat wrak. Oké, ik weet niet meer waarom. Want ik heb gisteren niet. Ik heb niet echt onthouden waarom dat was. Maar we hebben trouwens onze auto in de prak gereden. Goed bezig, Daniel. Je bent net. Heb je een auto te pakken? Nee hoor. Na 3 minuten heb je alweer in de prak gereden. Nou ja, gisteren hebben we een auto te pakken gekregen. Nou ja. En dit was trouwens de weg. Goed bezig. Je rijdt via die berg en ik. Oké, ik ben gewoon goed bezig. Maar we moeten daar dus naar binnen. Gaan we YOLO of gaan we... Ja, het is niet echt dat ik een andere keuze heb. Daar zijn trouwens gozertjes. En daarboven ook eentje. Met een minigun. Ja, dat... wordt nog een vervelende situatie hier. Waarom hoor ik allemaal... Ze hebben me door, hè? Hey, hoe wist ik dat nou? Stop eens even, jij. Stop eens even. Gelukkig dat hun niet zo goed kunnen schieten. Zit die nou serieus de auto lokken? Ja, jij moet neer.
Meneer, u moet neer. Ja, jij... Jij hebt een minigun voor je, waarom schiet je daar niet mee? Maloot, ben jij bent. Nou, hoppakee. Ga neer. Nee, gaat er nog even een half uur zitten reloaden hier. Trouwens, ik switch hem toch even naar stenen. Nou, dat was dat. Maar ik denk dat ik het hol heb gevonden. Denk ik hoor. Ik weet niet zeker. Ik weet niet zeker of dit een gat is. Het is meer een scheur, man. Allooi. Hoe kom ik hier binnen? Nou, moeilijk hoor. Moeilijk. Ik zou het echt niet weten. Oké, waar gaan we nu langs? Want nu moeten we dus de weg vinden naar binnen. We kunnen hier een sprong gaan maken. Almost. Bijna. Of is hier de ingang? Nee, hoe komen we hier binnen? Want ik zie het gat wel. Maar ik zie niet waar wij naar binnen moeten gaan. Misschien hier. Misschien kijk ik bij het verkeerde gat. Dit staat vol met gaten. Dus het zou best kunnen. Kan ik hier naar binnen? Ik weet niet. Is er hier een deur? Nou, ik ben zeker op het schip. Op het schip komen is geen enkel probleem. Ik krijg trouwens even je conditie weer een beetje bij, want we kunnen niet echt rennen nu. Hoe kom ik hier op dit schip? We zullen het zien. Hier is niet echt een deur. Dan klim ik denk ik ook weer niet. Ik denk niet dat dit echt een parcoursgozer is. Hier, dit universum ook niet. Ik neem aan dat we gewoon lekker hier langs moeten. En kunnen we via daar erin? Weet ik niet. Ik zou het niet weten. Of we via daar erin kunnen. Wie kent Luke? We kunnen zien. Nee, we kunnen niet via daar er echt in. Kunnen we ook niet? Nee. Dan zoeken we dus een ander gat. Er zijn honderden gaten hier. Welk gat zoeken we? Oh god. Bootjes. Ik heb mijn auto niet meer. Dit wordt... Oh, hij vaart rondjes. Ik vind die leuk. Misschien moet ik eventjes... dit aanpassen. Het is wel zonde. Maar weet je, I don't care now. Because I'm almost going to die here. Als we trouwens door kunnen rennen, dan kunnen we misschien het gat nog vinden. Oh, daar is het gat. Oké, springen en duiken. Ja, dat werkt. Hey, je laadscherm. Yeah! Dat is echt wat wij nodig hebben nu. Yay, laadscherm. Oké, ik neem aan dat we nu de boot ingaan. En wat we hier gaan vinden... Ik heb geen enkel idee. We zullen zien wat we hier gaan vinden. Ik ken de game namelijk helemaal niet qua verhaal. Ik weet wel hoe de game eruit ziet. En hoe die werkt. Make your way to the top of the carrier. You should be able to procure a boat from the upper deck. While you're in the carrier, see if you can spot any sign of Val. We need to know where they're taking her. Oké, lijkt mij een goed idee. Want het viel een boel naar beneden hier. Wat is dit? Wat is water? Oké, lekker zwemmen lijkt mij. Zwemmen, zwemmen, zwemmen. Wij gaan lekker zwemmen. Oké, omhoog. Omhoog, ja. Crow's gonna have our ass if we can't find that guy. I don't get it. There must be a couple of dozen guys between where they blew up that boat and here. How did he get all the way over here? I don't know. But unless we want to be cleaning latrines for the rest of the year, we better find them. And quick. Damn straight. Oeh, dat scheelt er niks. Oké. Dag gozer. Wat moesten wij trouwens gaan doen? Find Valerie if possible. If possible, hè? Anders niet. Mission impossible. Ja, daar kunnen we het opgeven. Mission impossible all over again. Is dit. Oké. Is dit Valerie? Zo niet, dan steek ik iets in zijn rug.
Of kunnen we hier voorbij sluipen? Oh god! Hij weet waar ik ben. Hallo gozer! Je hebt het dood. Oké, hoppakee. Deze kant op. Lijkt mij. Open de deur. Nee, gaan we niet doen. Gaan wij niet doen. Stop met schieten. Goed zo. Oh, ik kan die deur ook echt niet dicht doen. Ga neer. Ik begin echt steeds beter in deze game te worden. Nog even en we kunnen echt alles hier. Nee, ik begin het schieten een beetje te leren. Oké, ik weet niet wat wij allemaal hebben, maar... Allemaal grenades en zo. Ik hou toch echt bij rocks aan. Wat is dit? Open de deur. Oké, dit gaat naar boven. Ik weet niet of dat beter is. Maar we zullen tenminste zien of het beter is. Hier kunnen we niet langs. Ja, dan is het dus blijkbaar niet beter. Oké, dan kunnen we naar beneden. Dan gaan we lekker naar beneden. En... Ja. Wat is dit? Dit is iets waar ik best doorheen wil kruipen. Want anders is het er niet. Het is waarschijnlijk om er doorheen te kruipen. Ik moet dus even reloaden. Waar gaat dit naartoe? Gaat dit naar jouw Valerie toe? Of niet? Ik weet niet. Gaat dit naar Valerie toe? God, waarom horen jullie mij altijd? Ben ik zo hardhorend? Of ik bedoel, ben ik zo lawaaierig? Oké, naar beneden. Ben ik echt zo lawaaierig? Ik dacht van, dat valt wel mee, maar... ik heb een nieuw geweertje. Nummer 4. Oké. Ziet er leuk uit. Maar ik hou toch even bij de handgun. Deze gozers gaan namelijk best simpel dood met de handgun. Waar nu naartoe? Daar lijkt mij. Dat lijkt mij een plek voor mij om naartoe te gaan. Hey, save point. Dat is heel mooi. Durf ik hem nog verder te doen? Tuurlijk. Oh god! Sorry, ik zag niet dat jullie aan het katen waren. Ik wil jullie best met rust laten als jullie dat willen. Ik wil jullie best met rust laten. Allemaal stuff hier. Deze boot, dit boot is wel goed gestuft. Als je begrijpt wat ik bedoel. Oké, door. Open die deur. Die deur waren we ook al langs. Daar gaan we niet langs. Hier dan. Hallo! Oeh, dat scheelt ook niks. Hallo! Schieten! Hoppakee. Gaan ook echt bovenop die bom liggen? Ja, waarom niet, hè? Waarom zou je niet bovenop een bom gaan liggen? Waarom niet? Reload? Oké, dat is niet best. Maar ja, het is niet veel anders dan normaal. Normaal ben ik ook op mijn own, dus... Oké. Hey, dit was het plaatje uit het safe. Aan het laatste ding. Oh, daar ben je! Oh, lekker spannende muziek in één keer. Yeah! Special Agent Jack in the house. Hallo! Zag je ook... Ik had je ook echt niet verwacht hoor. Ga neer jij. Ik had hem serieus wel verwacht. Dat is nog het leukste eraan. Ik had hem gewoon verwacht. Oké, hier doorheen. Open die deur. Oh god. Oh, hier ben jij. Oh, ik dacht al van die prater, maar... Dat is vooral handig, gozer. Oké. Kijk eens, de volgende keer gaan we verder. Maar dat is jullie de volgende keer, want jullie ga ik zeggen. Kijk zo even duimpje omhoog. Help je mij mee, help het kanaal mee. Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. Morgen gaan we dus verder op zoek naar Valerie. Maar dat is jullie morgen, want jullie ga ik zeggen. Doei!